Matthijssen krijgt de bal dan nog bij Van Persie. Van Persie versnelt meteen naar de rechterkant van het veld. Geeft de bal mee aan Robben. Zo oogt het heel behoorlijk bij Oranje in de beginfase. Robben draait nu naar binnen. Kan Van der Vaart schieten van 20 meter. Van der Vaart doet het! Ja! Rafael Van der Vaart zet Oranje al na 10 minuten en een handvol seconden op 1-0. En dus hoort hij erin, zal hij nu denken met de aanvoerdersband op zijn arm. Het is een schot van net buiten het strafschopgebied in de verre hoek. Rui Patricio gaat wel de keeper, maar heeft geen kans. En de bal ligt achter hem in het Portugese doel. En al heel vroeg heeft Oranje in ieder geval dat steuntje in de rug dat het nodig heeft. Namelijk de voorsprong. Het zou een avond kunnen worden om nooit meer te vergeten. En als dat zo is, dan heeft Rafael van der Vaart de eerste stap gezet.